Er is geen enkele reden om je te schamen voor je familiegeschiedenis. We hebben er niet om gevraagd en moeten er daarom trots op zijn. Met deze woorden presenteerde auteur Roline Redmond het boek naar de geschiedenis van familie Constantia Doorson. Deze familie komt vandaan uit het zogeheten Kossou-gedeelte, dat formeel het opperdistrict van Nikeri heette. Redmond ging tijdens haar presentatie verder in op de verschillende vormen van slavernij die verband hielden met Suriname. En dat verschilt van de slavernij die je had in Rome bijvoorbeeld. In Rome had een slaaf een identiteit. Er waren slaven die dus in aanzien waren en in een hoge positie konden bereiken. Ze konden trouwen, ze hadden gezinnen, ze hadden een status. Chattel betekent goed, goederen. Daarom komen onze slaven alleen maar voor op goederenlijsten. We waren niet meer dan die kruiwagen die besteld was. De Dogo Brasiliense, de bloedhonden die men bestelde, die afgericht waren om slaven op te sporen, die stonden allemaal op de lijsten. En in Brazilië heb ik dat gezien. Dus we hadden geen identiteit, we waren ook geen burgers, we waren alleen maar werkmateriaal. Redmond is van mening dat het op zoek gaan naar familiegeschiedenis bijdraagt aan je kennis over de toekomst voor de huidige en te volgende generaties. Elk deel van je familiegeschiedenis is belangrijk en draagt bij aan je huidige identiteit, meende de auteur. Dat is iets waarvoor je niet hoeft te schamen. Zodra je wat meer kennis en informatie hebt, dan weet je dat de ideeën die we hebben gekregen, die komen uit een heel kleine westerse koker hoor. We hebben ze veel te serieus genomen. De boekpresentatie werd afgesloten met de vragenronde.